festival van deze zomer in Biarritz. Nu, dat festival belichaamt eigenlijk de manier waarop motorrijden de voorbije 2 jaar veranderd is. Er is een trend geweest van hyperperformante motoren, die niet voor iedereen even bruikbaar waren, naar eigenlijk motoren met een beetje meer gebruiksvriendelijkheid, een beetje minder vermogen dus, en heel veel meer stijl volgens sommigen. Nu, en dat eigenlijk belichaamd wordt door de nieuwe Ducati Scrambler. Ducati heeft die motor ontwikkeld met een beperkt vermogen, een L-twin met 75 pk. En wij zijn met die motorfiets, met de Ducati Scrambler, helemaal naar Biarritz gereden, in heel slecht weer eigenlijk, waardoor we konden aanvoelen dat die motor met dat beperkt vermogen onder moeilijke omstandigheden soms een stukje makkelijker te berijden wordt. En dat vermogen is zo verdeeld dat je eigenlijk constant het grootste deel van die 75 pk en van het koppel ter beschikking hebt. En je aantoont dat 75 pk in het merendeel van de omstandigheden gewoon genoeg is om vlot mee te rijden, om plezant mee te rijden en om eigenlijk toch wel een flinke dosis sportief rijplezier te hebben. Dat motorkarakter helpt je vlot te rijden, de remmen zijn goed, de ophanging is goed. En vooral de zithouding is zeer goed. Je hebt een ontspannen gevoel. Ondanks het feit dat er geen windbescherming op zit, zit je door die houding een beetje tegen de wind in, waardoor je weinig druk op je eigen armen gaat krijgen. En het rijdt heel vlot. En dat is de sleutel tot het succes van de Scrambler. Want die Scrambler is nu al het best verkochte Ducati-model van 2015. En wellicht zal dat ook zo blijven, want dit is een motor die met een vrij lage prijs een heel breed publiek aanspreekt. Precies. De basisversie heb je al vanaf €8.490. Dat is bepaald een scherpe prijs voor een Italiaanse tweecilinder met toch een hoop leuke details. Met de basismotor, die is perfect afgewerkt. Dat zie je aan kleine dingetjes, aan de schilden op de kleine schildjes die op de benzinetank staan, aan de fijne lijnen van de uitlaat, aan het blok dat op zich die gekende Ducati-kwaliteit heeft. En dan krijg je daar een race opties bij die gaan tot onderdelen die de motor een klein beetje performanter maken, zoals een Terminioni-uitlaatlijn. Dat zijn toch onderdelen die bepaald duur zijn en die ook goede prestaties afleveren. Dus je kunt je Scrambler eigenlijk gaan pimpen op een manier dat het past in het plaatje met originele Ducati-onderdelen. En daarbij kun je ook zelf gaan aankleden in de stijl die Ducati bij die Scrambler voorzien heeft. Dat gaat van beschermende kledij, zoals helmen en motorbrillen, tot een gewoon hippe jas. Dus iedereen heeft daar ook nog de vrijheid om te kiezen welke weg het op moet. Scrambler moet voor Ducati een hele dynastie gaan vertegenwoordigen eigenlijk. En we hadden er een gesprek over met Ducati's Benelux Niels Kleinlo. En die zei eigenlijk net hetzelfde van wat iedereen verwacht te horen van die motorfiets, dat hij gericht is op een breed publiek, dat het een nieuwe stijl aansnijdt, maar dat het ook een beetje een nieuw tijdperk is voor Ducati. Ducati die er altijd onbekend stond dat het rode en heel sportieve motoren maakte, die komen nu plots af met een motorfiets in het geel en in dit geval in het groen. De Urban Enduro is een groene versie met iets hogere spatborden, andere banden en een lichtjes ander stuur. En het kadert allemaal in dat principe van een beetje aansluiten bij het nieuwe, hippe retro-gevoel, maar ook bij gebruiksvriendelijkheid. Nu, Ducati heeft er goed over nagedacht en ze hebben maar liefst 4 verschillende modellen gemaakt van die Scrambler. Er is een Icon, een Classic, een Full Throttle, die dan helemaal op het weggebruik gericht is, en ook een Urban Enduro. Dat Wheels & Wave Festival is niet zo oud. Het bestaat nog maar een paar jaar, maar je ziet het eigenlijk ieder jaar groter en groter worden. Dit jaar waren er een paar 10.000 bezoekers die ondanks het rotslechte weer de eerste dagen toch die trip naar Biarritz gemaakt hebben. En met die trip maken, daarmee bedoel ik, je ziet mensen uit Scandinavië komen, je ziet mensen uit Spanje. Ze komen van overal in Europa. En het succes van het festival is eigenlijk zijn eenvoud. De cultuur van het surfen, waar niet al te veel belang gehecht wordt aan uiterlijk vertonen, gekoppeld aan dat motorrijden, dan krijg je eigenlijk een festival dat uitblinkt door zijn eenvoud. Alle standhouders, alle merken die daar aanwezig zijn, die staan opgesteld in eenvoudige legertentjes. Het gaat niet alleen om motormerken, het gaat om kledingmerken en het gaat zelfs om merken die helemaal niet betrokken zijn bij de motormarkt, maar die vinden dat het publiek die op dit soort motoren, dit soort ombouwmotoren, dit soort retromotoren rijdt,
dat die ook wel aandacht zullen hebben voor andere retro-spullen of andere hippe dingen. Dus het is eigenlijk een bonte mengeling van zaken die van heel dichtbij of zelfs helemaal niks met motorrijden op zich te maken hebben en die perfect in elkaar passen door dat retro-plaatje, het plaatje van de hipsters die daar ook rondlopen. En het is een gezellige sfeer, het is een leuke boel. En je zit natuurlijk aan die kust, daar zijn de surfers, daar zijn de golven. Het past allemaal in elkaar op een of andere manier. En op een manier die eigenlijk niemand verwacht had tot voor kort.